Anissa, Haiti is het thema van de Women Talk die maandag 2 juli wordt gehouden in het Courtyard by Marriott. Deze activiteit wordt gehouden in het kader van 155 jaar Kitty-Kotti en in het verlengde van de finale van Miss Tropical Beauty die morgenavond wordt gehouden. De motivational speaker Marjorie de Cunha en Miss Amsterdam Janice Babel praten over de Anissa Haiti Women Talk. Te midden van het voetbalgeweld zijn er ook andere leuke en interessante items in ons land. En zo wordt op maandag 2 juli een heel interessant item hier afgewerkt in het Marriott Hotel. Namelijk de Haiti Anissa Women Talk. En ik ga hierover praten met twee ook even dynamische dames, namelijk Janice Babel en Marjorie de Cunha March. Ik ben motivational speaker, talkshow host. We doen een talkshow in Amsterdam. Dat doe ik in de theaters met onder andere Jurgen Rijman. We bespreken taboe onderwerpen. Het gaat om groei, herkennen, erkennen en daarbij samen patronen doorbreken. Als motivational speaker sta ik op diverse podia in Nederland. En vandaag ben ik hier in mijn eigen land, waar mijn combaté begraven ligt. Dus we gaan in gesprek, Women Talk by March Motivational, maar het is ook Maas Passie. Dus Courtyard Marriott Hotel Paramaribo heeft het gekoppeld aan een Haiti. En kom in je leukste Anissa. He, kijk, als je naar een Haiti gaat, heb je een hoedje op. Ja, dat is het leuke van het verhaal. Maar het is Maas Passie, dus we kiezen voor een Anissa. Het is geen verplichting, het hoeft niet. Maar als je het op hebt, hè, want het is ook wel weer onze ode aan die krachtige Surinaamse vrouw, hè, waar wij uit voortkomen. Als je hem op hebt en de mooiste Anissa die heeft een prijs. Janice heeft een deel van haar is een Surinaamse roet. Ze heeft een Surinaamse moeder. En een Hollandse vader. En toen kwam deze opportunity erbij. En daarnaast zijn we ook gast van Miss Tropical Beauty Suriname. Ja. Waar ik in de jury van zit. En zij een award gaat overhandigen. Dus ja, dit was Genesis hier. Inspiratie op inspiratie. Ja. Ja toch? Jij gaat onze jonge dames ook inspireren. Ja, nou ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Het zijn finalisten. Ja. Dus ze hebben hun best gedaan natuurlijk de afgelopen maanden. En ik denk ook dat ze voor tips en tricks, dat kunnen ze sowieso bij mij terechtkomen. Ze zijn super druk met natuurlijk trainen, rehearsen. Dus ik heb ze niet vaak gesproken, maar ik denk dat ik ze vandaag nog even een power talk zal geven van hey, jullie kunnen dit en wees gewoon jezelf, want dat is het belangrijkste. Dat is ook wat ik heb gedaan tijdens de finale. Miss Amsterdam Janice Babel zegt dat tijdens de pageant er geen badpakken of bikinironde was. Dit vond ze geweldig, want ze gaat ervan uit dat uiterlijk straalt, maar innerlijk bepaalt. Babel wordt een van de gezichten van de gemeente Amsterdam en zal ook werken aan een campagne tegen pesten. Dit project zal vooral op de scholen gepromoot worden. Ik ben zelf ook gepest, ja, door mijn lengte, mijn benen, mijn haar. En ik weet als geen ander wat voor impact dat heeft op een kind wanneer je tiener wordt. He, je bent al een beetje onzeker. Ik was vroeger hartstikke onzeker. En ik wil dat juist tegengaan, want nu heb je social media en nu heb je ook online pesten. En je jongeren die lijden daaronder. En ik wil juist daar een impact, ik wil juist met ze in gesprek daarover gaan. Weet je, en nou ja, ik heb er zin in. We gaan heel veel scholen zullen we bezoeken in Amsterdam. Gisteren hadden we een middelbare school, dat was Zijn Amst. Zijn we Amst geweest? Amst hadden we bezocht. Was natuurlijk, dat was ook een hele leuke ervaring. En het is heel leuk om ook het verschil te zien, hoe zij dan met je praten ten opzichte van Nederland in Amsterdam. Yeah. Ik zeg altijd, it's not about the story of success. Het gaat om het verhaal erachter. Want daar zit die kracht in, daar zit het leerproces in. He, want als ik of als u uw verhaal vertelt van het vallen en het opstaan, he, daar houdt mijn kracht in. Want het gaat niet om het vallen, doen we allemaal. Mm-hmm. He, that's life. That's life, het gebeurt. Maar hoe sta je op? Marjorie de Cunha en Janice Babel, met wie we spraken over de Anissa Haiti Women Talk, die maandag wordt gehouden in Marriott.